Hallo beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van MC Magic, waar we weer de magie inspringen in een totaal andere server met onze grote vrienden Giovanni, Robin, Gap en... Waar is die beer gebleven, jongens? Ik heb geen idee. Wat? Waarom net alleen wegrennen, omdat hij wat eten ging halen? Gap kijkt heel erg een beetje angstig. Wat is er aan de hand? Wat is er? Komt door die kakwangen. Wat is er? Is er iets met de beer? Wat? Koekje? Wat? Oh, kijk, die beer zit gewoon... Bedankt voor het koekje. Die beer zit hier vast. Hoe kom jij nou weer hierin vast? Hij zit in de put. Ja, zit je een beetje... Hij zit in de put. Wacht. Zullen we hem bevrijden? Wacht, als ik een koekje gooi, dan gaat hij er vast achteraan en dan komt hij uit de put. Hier zo. Hij wil hem wel hebben. Ja, het lukt niet. Moeten we die put open zien te krijgen of zo? Ja, of het security bellen. Is dat... er loopt hier heel weinig rond eigenlijk. Dat vind ik wel jammer. Wacht. Ik ga wel proberen. Gio, met twee handen. Kom eens, help. Ja. Kan je mee helpen? Oké. Ik tel af, hè? Ja. 3, 2, 1. Ja! Yes! Oh. Je kan eruit. Nou, alsjeblieft. En niet meer zo in die put gaan. Hup, ik doe hem dicht. Oh, dan kan er niemand in vallen. Er kan er niemand meer in vallen. Dicht te doen. Dat geeft niet. Hier, neem een koekje. Alsjeblieft. Ik heb er al 7. Oh, je hebt er al. Oh ja, ik ga er ook een eten. Lekker koekje. Nou, oké. Okay. Beertje, niet meer gek doen. Hier krijg je je koekje. Ik kan hem niet droppen. En nu wel, alsjeblieft. Neem maar een koekje. Oké. Okay. En blijf een beetje bij de groep, want we moeten wel een beetje bij elkaar blijven, vind je niet? Ja. Nou, nu het grote moment. Vorige keer waren we natuurlijk door de Main Street en we waren eigenlijk een beetje aan het knoeien. Hoe komen we in het magische park? En we waren dus al in het magische park, dus vandaar. En daar staan Walt Disney en Mickey Mouse. Mickey Mouse is veranderd. Ja. Jeetje. Dat is wat apart. Gaat niet goed met hem. Nee, inderdaad. Ziet er niet zo heel goed uit, Mickey. We geloven in onze ideeën. Een familiepark waar ouders en kinderen allebei plezier kunnen maken. Dat zegt Walt Disney. Inderdaad, dat is een mooie tekstvorm. Disney, het park is inderdaad geschikt voor jong en oud. Dat is zeker weten. En hier staat Mickey Mouse. Alleen Mickey Mouse is denk ik... die heeft zijn kostuum vergeten aan te doen, geloof ik. Hè? Maar ja, ik ben er niet. Oh, je bent er niet. Oh, oké. Okay. Goed dan. Dan gaan we maar door. Tot ziens, meneer de standbeeld, die af en toe beweegt. En kom maar mee. Goed, mooi zo. En dan komen we hier, maar wat? Wat is dit? Het park is afgesloten? Kunnen we niet naar het kasteel toe? Wat is dit nou weer? Als ik jou was, de trap aan de zijkant gebruiken. Oh. Maakt niet uit. Ik ben natuurlijk dat Disneyland kasteel gewend in Parijs natuurlijk, hè? Ja, dat is zo. En dan loop ik dan met een prachtig blauwe hamertje. Dit is, ik weet niet waar ik dat hamertje vandaan heb. Ik het ooit eens gewonnen of gekocht of zo, een van die dingen. Oh, die stenen zijn mooi. En kleuren? Wauw. Het lijkt net een gevangenisje. En hier komen we in het soort van begin. Oh, wauw. Dibbidi babidi. Ja, ik hoor geen geluid. Ik heb wel de audiopack aan staan. Nee, ik hoor ook niks in de Ik hoor geen muziek. Nou, dit werkt dan niet helemaal. Maar wat is hier? Wat hebben we hier? Een gebouwtje? Het ziet eruit als een attractie. Of is het gewoon een wc? Mickey's. Sir Mickey's is dit. Sir Mickey's. Wat is dat dan voor iets? Is het een wc of zo? Coming soon. Oh. Het is een winkel die gewoon nog niet helemaal af is, denk ik. Oké. Okay. Nou, dat kan. Allemaal castmembers staan hier, joh. Ik denk dat het gewoon Steve's kind zijn, denk dat hoor. Dit... Denk je ook niet? Dat ze die namen geven, dat het gewoon Steve's kind zijn, ja. Maar dan in een poppetje. Net als wij donuts hebben. Oh, misschien is die server dan wel plat. Ik weet niet wat het is, maar ik ga gewoon naar binnen toe. Voor mij een attractie. Break in case of fire, wat moet ik breken dan? Dat potje. Daarachter zit het. Denk ik. Ja. Maar waar heb je erheen? Kijken. Oh, dit is wel echt heel gaaf. Oh, kijk nou, die vlaggen. Oh, wat gaaf. Anna en Elsa. Oh, is dat niet waar ze optreden hier? Oh. Hier.
Ik weet niet, volgens mij kan je hier gewoon op de foto met ze. Ja? Heb ik het gevoel. Ik denk het wel. Ik denk dat dit op een fotosessie is. Dat je gewoon met je prinses of prins op de foto kan. Daar kan ik niet mee heen. Vastpas. Oh, dit is de fastpassroute. Oh, dat ging een stuk sneller, ja. Oh, hier zijn we weer. Wat is dit trouwens? Oh, Princess Fairy Tale. Oh ja, dan kan je gewoon op de foto of iets, denk ik. Ah, ja, hier waren we net naar binnen gegaan. Oh, wat leuk. To ride, push the button. Echt waar? De knop? Wat? Press to ride. Please wait for the next... Oh, wat grappig, joh. Wee, ik ga rondjes. Wat grappig is dit. Leuk gedaan, joh. Oh, wauw. Hoe kom ik eruit? Ik kom er niet meer uit. Hoe stopt je dit? Oh, ja, je bent eruit. Ja, nu wel. Oh, mooi. Wat grappig, joh. Je wordt geteleporteerd. Leuk, ja, leuk. Je draait wel rond. Ik ben wel een beetje misselijk geworden door deze attractie. Oh. Ah, valt wel mee. Moet je gewoon tegen kunnen. Ja, dat wel, ja. Het is niet zoals de Disneyland Parijs. Dus het is even zoeken en kijken wat we allemaal hebben. Maar ik weet voor mij wel behoefte dat daar de Peter Pan is. En dat is wel een hele gaaf attractie. Zullen we daarheen gaan? Ja, is goed. Ja, vinden jullie dat een goed idee? Goed, en hier is ook een heel mooi... Oh, wat een mooie bloem hier. Dit is een soort rozenstruik met geel erbij en groen en weet ik het allemaal niet. Allemaal kleuren door elkaar. Grappig, joh. Peter Pan's Flight. Ja, is dat hem? Heb ik dat goed gegokt? Ja. Oh, kijk. Dit nou, is ik ga gewoon de Fastpass door, hoor. Heb je een Fastpass-karretje? Kan je een kaartje dan? Ik heb geen idee, maar ik kan gewoon doorlopen. Oh, we moeten om 12:30. Is het 12:30? Oké, dan kunnen we doorlopen. En we, oh, een karretje. Oh, to span a cart, please push. Oh, daar gaat hij al. Nou, veel plezier. Ik hoop dat wij daar ook in kunnen. Zo, bedankt voor het spannen hoor, jongens. Oh, hij gaat de andere kant op. Nee, Robin. Doei. Oh god, dit gaat nooit goed komen. Sowieso. Waar ga je heen, Gio? Wat? Ik ben aan het vieren, nou. Oh jee. Ik zit in dat taxi. Echt waar? Je zit nu alles te verprutsen, jij. En wij kunnen ook geen kaartje meer. Grap, waar ga je heen? Grap, gaat ook de andere kant op. Wat? Laat het maar aan de professional over, want jullie doen het weer helemaal verkeerd. Dan komt er denk ik een karretje voorbij razen bij mij. Kijk uit. Nou, kijk. Nog een keer. Oh, ja. Deze ga kant jij wel de goede op. Kant op? Ja, je moet wachten tot je moet wachten totdat hij vertrekt. Jullie hebben hem allemaal gepusht, joh. Hoi, grap. Ja. En dan wij gaan nu door. Wij gaan naar de attractie, jongens. Oh, jee. Ze hebben een vriendensysteem. Je kan een vriend toevoegen. Wat grap. Ik ga je zo als vriend toevoegen, Gio. Dat lijkt me leuk. Friend. Ik ga het eens proberen. Alleen weer Gio, hè? Wat apart dit. Oh, ik zie grap. Ik zie jou. Hallo, grap. Oh. We gaan langs huisjes. Oh, we zitten aan elkaar door, grap. Ik ga door je heen. Oh, kijk nou, ze hebben dit hele gebouw. Wolkjes hier. Oh, leuk, joh. Het is wel apart dat we op boekenkasten zweven. Dat er als een boekenkasten ligt. Heb je dat ook gezien? Ja. Grapje. Wat is dit, grap? Stap eens even niks in een karretje. Ja, dit kan niet, hoor, grap. Je zit heel die attractie te bepesten. Kan toch niet? Oh, ik heb nu een iCook Bacon in mijn vriendenlijst. Ik doe het gewoon als goede voorbeeld. Zo. Kijk, zo hoort het. Er komt nog iemand de andere kant op. Daar staat hij hoor. Oh, dit ziet er wel gaaf uit. Ik mis gewoon... Hup, weg jongens. Hup. De meisje gaat helemaal de andere kant op. Oh, grap, duwt hem door mij heen. Kan je zelf je karretje weghalen? Nee. Kan niet, jammer genoeg. Er is nog een castmember. Hallo. En daar zijn eindelijk wat nieuwe mannetjes. Ik ga nu wel de goede kant op. Wat een leuke attractie. Hij is wel vernieuwd, want volgens mij was die vroeger niet zo als hoe je het nu ziet, hoor. Hallo, castmembers. Er staat nog een castmember. Oh, Gio! Zo. Gio neemt de achtbaanversie. Wat gaaf, joh. En we zijn boven. Oh, top. Nou, ik ben eruit. Ik heb netjes een attractie voltooid. Exit. En hoe zit het met jullie? Zitten jullie vast in de attractie? Ik zit redelijk vast, denk ik. Oh, warp Peter Pan of zo? Als je mij kan duwen door de attractie heen, dan lukt het. Ja, je kan gewoon een shift doen. De wait time is 60 minuten? Oh, ja. Jeetje. En dan kan je met je magische bandje, die op 9 zit, kan je naar attracties. Dan kan je terug naar de ingang. Ja, want ik wil eigenlijk met jullie in de Small World, maar jullie zitten gewoon vast in die attractie. Oh, daar hebben we de beer hebben. Ik hoop niet dat de muziek het nu wel ineens gaat doen. Oh, wat leuk gedaan zeg, moet je kijken. Ze hebben het helemaal doorzichtig gemaakt. Leuk. It's a small world. En ik hoop niet dat... Ik hoop dat we met z'n allen in een karretje kunnen gaan. Maar het is natuurlijk... Ja, je spant een karretje en dan... Ja,
Zo is het. Oh, met z'n allen. Komt Gio? Gio? Ik, de server hangt vast. Oh. Hé, hey, ik stapte uit mezelf in. Jij. Oh, Gio? En de server hangt inderdaad vast. Ja, je zit erin. Ja. Oh, mooi. Nou, dat is gelukt. Oh. Sorry, doei, gaf. Doei, Floy. Oh, oh, oh nee. Och. Ik ga dat afzetten, jongens. Oh, vreselijk. Alsjeblieft. Hoe stop je die muziek? Och. Gelukkig. Oh, mijn hemel. Mensen zullen een spontane video uitzetten voor die muziek. Ja, ga nog even een broodje lopen eten hier. Ja, ja. Oh, Gap, kijk, Gap, loop mee. Gap, dat doe je toch niet? Ja, dat kan toch niet? Dat kan niet, hoor, dit, een attractie. Bij ons had je al een ban gekregen, hoor. Nee, nee, geitje. Waar is de Kickstar? Ik weet, ik heb twee coins. Echt waar? Ja. Hoe kom je in die... Ik heb één. Hoe kom je eraan? Ik weet het niet. Van attractie. Je hebt natuurlijk 10 keer die Peter Pan gedaan. Oh, wat leuk joh. Die potje, die flowers zijn zo mooi jong gedaan in de server. De resource pack. Moet je kijken. Ja. Die bloemen zijn echt schitterend. En ik zie ook de vines. Die hebben ze niet aangepast. Dat is het enige wat ze niet hebben aangepast. Wat hallo! Hallo! Even kijken hoor. Wat hebben ze nog meer? Oh, dit is wel grappig gedaan. Maar dit is de eigen versie van It's a Small World. Leuk gedaan joh. Leuke grote scènes. Kijk Donald. Kijk, dat is Donald. Oh ja. En Elsa. En Stitch bovenin. You en de hulp. You wanna build a snowman. Dan zien we nog meer. We zien een poesje, groene poes. En Mickey Mouse staat daar. En nog een paar mensen die we niet kennen. En een Stitch, een roze Stitchje. Oh, die is verliefd op je. Oh, kijk nou joh. Hoe leuk ze dit hebben aangekleed. Ze hebben het wel verbeterd hoor. De attractie. Oh, kijk nou. Wat is dit nou weer? Schaap of zo? Ja, oh, dat is een koe. Dat is als een DC. En naar razen. Naar razen. Gap, wat doe je, Gap? Dat hoort toch niet zo op die manier? Het hoort echt niet, hoor, Gap? It's a small world after all. Ik denk, als ik het zing, wordt het nog erger. Heb je de muziek uit? Ja, maar ik zing hem gewoon echt wel. Je zong precies mee, ja, met de muziek. Ja, meen je dit? Ja. Echt waar? Dat is wel heel toevallig. Echt heel, ja, joh. Maar misschien omdat het refrein 10 keer wordt herhaald. Oh, dat zou kunnen. Dat het maar 2 coupletten heeft. Kijk, hoor. Nee, ja, dat is mooi gedaan dit. Maar kijk hoe hoog die scène, hoe hoog joh. Ja. Jeetje, er hangen allemaal vlaggen. En nu komen, ik weet niet welk land het is. Ziet er wel een beetje zonnig uit, hè? Maar anders zet je toch gewoon even 3 keer dezelfde neer naast elkaar. Ja, inderdaad. Kijk, nou, jij bent er ook. Creeper. Oh ja, wat leuk joh. En het zijn parapluutjes, het lijkt een beetje een strandidee. Misschien iets van iets aan zee in Spanje, maar dat lijkt me stug. Ik weet het niet. Ja. Geen idee. Oh, dit is wel iets van IJsland of zo. Oh, dat is wel heel anders dit gelijk. Moet je kijken. Elsa? Ja. En Pinocchio? Kijk, Pinocchio. Maar dat is een soort Steve Skin met Pinocchio of zo. Ja, met zo'n hoedje erop. Wat droog, joh. Dit dan. Oh, wat gaaf. Die blok ook. Diamond blocks. En een molentje. Van ijs. IJsmolen. IJsmolen, ja. Oh, wel gaaf gedaan, hoor. Gedetailleerd. Heel ook. Leuk. Oh, leuk zeg. Ladders of zo. Ja, joh. Ja, ik denk het. Oh, au revoir. Au revoir. Nederlands, ja. Nederlands? Waar staat Nederlands? Vaarwel. Ja. Ja. Vaarwel, leuk. Vaarwel, met de hoofdletter L. Oh, ik heb in 1 keer 5 coins nu. Meen je dit? Ik heb er 4. Ja. Oh, je krijgt voor per attractie krijg je geld of zo. Ik denk dat het wel, ja. Dat is heel leuk gedaan. Dat is echt leuk. Er zal waarschijnlijk zo'n dispenser zitten daar of zo. Van dat ze even geven we even 4 coins. Ja. 3 coins hebben we niet. Ik heb niks gehad. Heb je geen coins? Grap ook niet. Grap heeft het verkeerd gedaan. Ja, jullie hebben niet goed attractie bezocht. Jij die zat niet in het gezicht of vreten die beer, hoor. Wat is er? Dat je zo één kan. Dat hebben wij ook. Dat hebben wij ook bij 1 attractie hebben wij dat. Hey, maar het heeft alleen niet zo heel veel nut. Hoezo? Ik ben er weer. Ja. Oh ja, inderdaad. Ja, ik kan er gewoon overheen klimmen. Ja, het gaat om het idee, hè? Ja, dat is waar. Dat zeker. En wat als we daar verder lopen? Zullen we daar eens heen gaan? We hebben ook geen parkmap. Dat is jammer, nee, hè, dat er ook geen parkmap, want ze hebben allemaal van die fotootjes. Maar ze hebben niet zo'n mapje of zo erin gedaan. Dat vind ik wel jammer. Had ik wel het liefst gezien, hoor. Een leuke parkmapje of zo. It's a small world after all. Wat krijgen we hier? De Haunted Mansion? Oh, je laat een chunk niet bij mij. Oh, die wel. Exit only. Beertje. Beer. Beertje. Ach, nou, dan gaat hij maar naar de verkeerde gang. Dan gaan ik ga door de 55. Ik zal even de... Ja, nee, dat zou je thuis. Ja, ik wou het zeggen, ja. Nou, dan gaan wij... wow, het ziet ook gaaf uit dit. Een aparte locatie. Oh, ik denk niet dat de bedoeling was. Ik denk dat we hier... Oh, we klimmen er gewoon weer overheen. Zo.
Gewoon over de Iron Bars heen springen, we kunnen het gewoon. Wat krijgen we hier? Het is hetzelfde wat wij altijd doen als we in een pretpark zijn. Gaaf dit, joh. Waar ben ik? Ik weet niet. Skip de pre-show! Wat? Ik kan de pre-show skippen hier. Kijk, ik ben hier. Binnen. Waar ben je dan? Hier. Achter hier. Wat heb je dat tegen gedaan? Kijk hier, skip de pre-show. En ik weet niet wat dit is. Ik weet het ook niet, maar het ziet Action er heel eng staat uit. Er boven. Het ziet er heel eng uit. Ik zeg, mijn breidte is een beetje hoog. Ik denk dat je hier de pre-show hebt. Oh, ja. Gaan we de pre-show doen? Ja, tuurlijk, sowieso. Oké. Okay. Oh, iedereen binnen? Goh, iedereen binnen? Sluit aan, ik sluit aan. Nee, wacht. Ja, doe maar. Ja, doe maar. Ja, klik maar gewoon. Up. Our tour begins here in this gallery, where you see paintings of some of our guests as they appeared in their corruptible mortal state. Your cadaverous pet. Ja, daar missen wel eten frames, zie je het? Ja. Alleen bij eentje zien we Mary Poppins of zo, of iets in die zin. Maar je ziet al dat zij boven een krokodillengracht aan het dansen is, zie je dat? Ja. Zoiets, hè? Zo'n touwtje. Ja, zo'n touwtje, zo'n touwke. Mm-hmm. Talken. This chamber has no windows and no doors. Wat zit hier dan? Hé, waar is de deur gebleven? Wat? Is die weg? De deur is pleiten. Echt waar? Ja. Ik ruik wel wat hier. Oh, het is die beer weer. Nee, de deur is open. Serieus? Wat is het? Oh, dit was het. Oké, cool. Exit. Dat was de attractie. Denk ik. Oh nee, ja. Gaaf gedaan. Nu krijgen we natuurlijk de karretjes attractie, want daar gaan we voor, hè? Oh, spannend. Oh, je gaat de rails al, zie je? Je loopt de rails al. Oh. Oh. Wow. Geluid. Oh, dat is cool. Wat eng, joh. Oh, daar komen de karretjes. Ik wil erin. Nou, die gaat niet echt hard. Ik durf er niet in, maar ik ga het wel proberen. Je moet elkaar een setje geven. Doe even. Volgens mij lekt de service blijven. Ja, misschien wel. Ja, want jullie zitten allemaal naar andere locaties. No flash pictures. Oeh. Ik ga er maar uit, want ik... Kunnen we versnellen of zo? Want dit gaat echt lang. Oh, ik val. Een soort van door de grond of zo. Zie je mij in de grond? Ja. Ik kom er ook niet meer uit. Wacht. Jongens! Als deze nou kan starten, dan sturen we gewoon een nieuw karretje. Dan kan je Help! Waar kan je een nieuw karretje? Die knop is ook gewoon pleiten. Echt? Ja. Is die knop weg? Oh, hij is er weer. Help! Oh, ja. Kijk, die gaat wel snel. Ja, kijk. Nou, hier hebben wij een goed ritje, hoop ik. Ja, ja, ja. En Floor dan, je gaat niet weer, je gaat gewoon netjes in een karretje dit keer, hè? Maar ik kan niet merken dat je weer op de baan loopt te zwerven. Potverdorie. Gewoon op die button klikken, dan kunnen Grap en Robin kunnen... Ja, we zijn met een oneven aantal, maar dat maakt niet uit. Dan kunnen jij samen... Kijk, dan komt een karretje achter, ja? Dan kunnen jullie allebei in. Dan heb je, als je, wij met de kroontjes horen natuurlijk in het karretje hier, hè, Gio? Mm-hmm. Zijn de hoge koningen en hun zijn de achterlijke Mariërs. Gaan jullie ons erin halen? Nee, goed zo, wacht maar lekker. Wij gaan eerst. Oeh, Gio. Ik vind het wel creepy hoor. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Hou ik twee keer de geluid. Oh, ik hoor niks. Ik hoor helemaal geen muziek. Oh, ik wel. Hoor je muziek? Ik hoor geluid. Meen je dit? Waarom hoor ik dan helemaal niks? Geen idee. Jammer dit. Moet muziek aan? Nee hè? Het gaat om die jukebox. Oh, ik hoor wel wat, ja. Oh, dit is creepy gedaan. Ook die hoofdjes, joh. Mooi hè, de muziek maakt het wel af hè. Ja. Oh. Kijk maar voor je. Oh, kijk die kandelaar. Nee, joh. Oh, ik dacht dat het een torch was. Dat zou wel grappig zijn, joh. Wauw, dat is mooi gedaan, joh. Wat je allemaal niet kan maken in Minecraft, hè. Met itemframepjes. Oh, jee. We gaan omhoog. Ziet eruit als een achtbaantje, Gio. Wat is dit dan? Oh, die trappen. Kijk dan. Allemaal van die trappen. Zie je het? Oh, ja. Wat grappig, joh. Dat is echt gaaf. Oh, is dit dan? Wow. Oh, wat eng joh. Kijk dan, mijn oogjes. Oeh, ik vind het creepy. Er is een stinkbeer daar. Waar? Wat voor ons? Echt? Ja, ik zie hem hier, grote water of zitten hoor. Oh, kijk rechts. Dat is een hele lange scène, kijk dan. Oh, wat gaaf joh. Oh, kijk die... Zo, dat zijn een hoop item frames dit. Ja. Jeetje, dit is...
Dit moet een blok zijn, toch? Of zijn het echt allemaal item frames? Ja, jeetje. Dat is een hoop... Zo dan. Gaaf gedaan, hoor. Superleuk. No. Kijk even hoe laat het is. Oh, dat is nu wel een laat. Laat, hoor. Mooi, hoor. Dit gedaan. Oh. Een vrouw. We krijgen daar weer coins, Gio. Ik voel het. Send us a message from somewhere beyond. Zo. Dus de kwade geest in de bol, hè? Zie je het? Oh, wat creepy. Ik hoor de muziek ineens. Stopt ineens. En ja, bij dit punt is het een beetje zielig. Ik ben niet met Gio, maar we zitten niet in deze attractie terwijl we dit opnemen. Want YouTube ging een beetje ouwehoeren over de copyright. Dus vandaar dat je nu Gio en mij... Ze begonnen soort... gewoon een beetje te zaken. Ja, ze begonnen te zeuren. YouTube zegt van, nou vind je, dat mag je allemaal niet doen. Want dat dit mag is... helemaal niet, je mag dit helemaal niet. Dit is spookhuismuziek. Dit is homo-muziek. En nou, deze kamer waar we nu in komen, dan zien jullie beneden allemaal geesten. Ze hebben allemaal geestblokjes gedaan of zo. Dat is heel apart. En ja. Dat hoorde bij die resource pack, hè? Geloof ik. Mm-hmm. Ja, maar het zag er wel gaaf uit, hoor. Het was heel mooi. En ik ging even de settings aanpassen, want het stond iets te hard, het geluid. Maar we gaan nog even doorpraten, totdat de attractie voorbij is. Maar dit was dus... Hé, dat begrap. Daar zagen we dus een paar creeper, alsof ze waren... En die paintings waren ook tof, hè? Die paintings waren heel gaaf gedaan. En hier kwamen we op een soort van zolder. Af en toe lekte de server wel. We hadden heel veel vaak dat het schokkerig deed. Oh ja, en jij opende die kist... Ja, ik deed die kist open, dat was echt mooi. En ik dacht, wat ging dat uit zichzelf door dat redstone powertje, wat daar die detector die daar nee, zat? Dat was ik gewoon. Dat was jij gewoon, hè? ik wist dat eerst niet. Ik dacht van, nou, hoe kan dit nou in één keer? Ja, goed. Een beetje vertrollen, hè? Oh, en dat was ook mooi, die schilderij van die vrouw, en die was ook helemaal aan de zijkant, dat ze die itemframes gemaakt. Die soort bol, zeg maar. Ja? Ja. Nee, daarna hadden we nog één, die stond op die kelder, stond er nog zo'n vrouw. Dat was in zo'n gebouw ja. En toen daar gingen we naar beneden, hier. En dan gingen we naar een soort van kerkhof achter, weet je dat nog? Oh, het kerkhof, daar schrok ik ook, joh. Ja, klopt, ja. Dat... Gewoon ineens zo'n zombie omhoog. Prachtig, jongen. Dat is schitterend stukje. Dat is echt mooi. Ja, want het was onverwachts, maar voor mij, we hebben dit een keer eerder gedaan. Maar toen was het nog niet zo heel mooi. Maar toen hadden we ook een stukje waar we echt gewoon doodschrokken, gewoon. Oh, ja, wat was dat nou? Ja, volgens mij was het ook bij die... Bij dat stukje, volgens mij. Bij ook precies die attractie. Nou, dat zou best kunnen, ja. Voor mij was dat gewoon een Steve-skin die je daar zag. Maar ja, en daar zag ik nog wel van die... hoe heeten die creepers die dan dat spul krijgen bij zich? Van die charged creepers zijn dat. Oh ja. En kijk eens hier. Hier was die zombie. Ja, die zombie die de schok die zich echt de pleuris, geloof ik. Die had het geluid heel hard staan, geloof ik, hè? Ja. Maar ik had dat ook helemaal niet verwacht. Echt erg. Ik denk, je zit gewoon naar Minecraft te kijken. Maar... Oh, hier die kopjes. Je had allemaal van die standbeeldkopjes. Eén lag op de grond, die was gebroken daar. Die zat echt beneden. En ze bewogen ook, joh. En die skelet weer, die kwam ook omhoog. En die verdween op een gegeven moment, ging die weer naar in de grond. Echt gaaf, alsof die... Ja, ook weer, ik weet niet wat dat was voor iets. Of die stond niet op een piste, want hij ging verder omhoog of zo. Ja. Maar wel. Dat gras was ook, dat gras is ook zo gaaf gedaan, joh. En die grond ook. Die soort van dirt gewoon. Nou, en hier gaan we dan naar een laatste scène. Dat is met Gus, zagen we. En Elsa, was het Elsa en Phineas of zo? Het waren drie, ik snap de hele nut niet van die monsters, maar er stonden drie van die monstertjes. Die dingen, ja, klopt. Gus, Ezra en Phineas. Ja, en die stonden gewoon stil. Ja, ik wist het nut ook niet. Misschien bewakers of zo van de kerker. En op een gegeven moment zagen we die pumpkins. Die gingen met dat raam mee, met die spiegel. Heel gaaf gedaan trouwens. Nou, dat hebben ze goed gedaan in de attractie. En die rails ook, echt heel tof. En hier waren we het einde, hier moesten we even wat harder gaan trappen, want het duurde echt heel lang. Ging langzaam. Het ging echt langzaam. Maar het komt ook gewoon door die server, denk ik, hoor. Ja. Er zitten een hoop mensen spelen erop en het is een grote server, een hoop itemframes dingetjes. Maar we gaan weer terug. Bedankt, Gio, we gaan weer terug naar de attractie. We gaan denk ik heel langzaam. Kom, Gio, even blijven trappen, we moeten het halen. Ik probeer zo snel als ik kan, maar... Oh, we gaan nu wat sneller. Kijk, die stinkbeer zit hier ook nog. Oh ja. Oh, die gaat er nu uit. Nou, dit is zeker gaaf gedaan, joh. Ik vond het een hele leuke attractie. Ja, dit vind ik heel tof. Heel mooi ritje. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Het is weer eens wat anders om te gaan kijken naar andere servers. En vooral natuurlijk die helemaal op Disney zijn gebaseerd. En ook geremaked. Want ja, dit is natuurlijk Disneyland World. En dat is heel anders dan de Parijs die we kennen. Heel anders ingedeeld. Dus voor ons is het ook allemaal nieuw natuurlijk. Dus dat is ook voor jullie leuk om te zien.
dan dat je een Parijs remake ziet. Jo? Oh, je wacht op hun. Natuurlijk. Kom maar, jongens. Kom maar. Chat has been cleared. Oh. Oh, maar plugin hebben ze daar ook. Nou, goed. En hier. Oh, I'm ready. Love you truly. I truly do. Empty bomb. Dust in dust. Oh, hier staan allemaal begraafbordjes of zo. Fetish physics. Clairvionic. I am a spook. Spook. Loving wives. Oké, wat grappig joh. Leuk gedaan. Ik vind die eierenbars zo mooi. Die maken echt iets moois van de server joh. Ja, ik vind het schitterend gedaan. Ze hebben het echt goed gedaan. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat we toch in 3 attracties zijn geweest dit keer. En volgende keer gaan we zeker weer nog wat leukere dingen doen. Dus blijf kijken, vergeet niet te liken en te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Bedankt Gio en Grap en Robin en andere Robin voor het meedoen van de video. Doei. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Dag. Doeg. Doeg.